Mijn gast is deze keer Jochem Meijer, komiek. We hebben het ook over al je trauma's, maar mijn grootste trauma, die moet ik ook even kwijt. Oh, het is ook therapie. Ja, hoor. Therapie. In 1997 won Jochem het Groninger Studenten Cabaret Festival. En hij is vanaf dat moment uitgegroeid tot een van de allergrootste namen in de Nederlandse cabaretwereld. Jochem blijkt ook een van de velen te zijn die ooit heeft opgetreden in Jongerencentrum Elektra, waar deze podcast naar vernoemd is. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jochem Meijer. Laten we gewoon gelijk beginnen. Want jij kwam binnen en toen zei je, ik had me niet beseft waarom de podcast Elektra heet, maar het is genoemd naar Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Elektra in Sliedrecht, ja. En daar zit een van mijn grote trouwbaas. Zit daar ook, hoe grappig dat is. Is hij zo groot dat hij te groot is om aan het begin al te doen? Of, Nee, zeker niet. Nee, okay. Er zijn nog ergere trouwens. Ik zit al 25 jaar in het vak. En ik zat na te denken over, wat heb ik eigenlijk meegemaakt dan? En toen opeens, nou ja, alsof het een soort beerput die ik helemaal dicht had gestopt. Alle sloot heb ik eraf gehaald. Oh shit, ik heb wel heel veel kut dingen meegemaakt, ja. Nee, Elektra, ja, dat... Oh man, ja, dat... Ik heb de theorie erover, want ik begreep nooit waarom Elektra zo erg is. Maar de theorie is, er zit een gekkenhuis vlakbij. Dat is het hele ding. Dus ik heb helemaal uitgezocht wat er nou is met JC Elektra Sliedrecht. Vlakbij Sliedrecht is een gekkenhuis. En dat gekkenhuis, dat omdat hij terug moet komen in de maatschappij, wordt die tussen het publiek daar geplaatst. Dus die mochten daadwerkelijk gewoon daarheen om weer te wennen aan de maatschappij. En dat maakte dat altijd gekken zaten in JC Elektra. Maar dat wisten wij niet. Dus als jij in Elektra stond en had je altijd inderdaad praters, bennen. En dacht je, hoe kan dat nou? Maar dat waren gewoon mensen die gewoon zo gek als de deur waren. Eigenlijk gekker dan de comedian of de cabaretier. Dus vandaar dat je altijd op je mail ging daar. Dat is de reden waarom JC Elektra Slieder altijd zo heftig was. Maar afijn, ik, 18 jaar... Net 3 weken het Groningen Cabaret Festival gewonnen. Ik werd er geboekt in een dubbelprogramma met Robert Brouwer. Toen al wat bekender. Toen al wat, die heeft meer scholenvoorstellingen nu. Ja. En ik stond voor de pauze en hij stond na de pauze. En hij was vrij ervaren. Even, ik zeg het erbij. In Barendrecht vlakbij zat Bert Visser met een voorstelling. En Bert en ik kwamen allebei uit Groningen. Dus we wisten dat we bij elkaar in de buurt zaten. Zeg ik even erbij, want dat is het einde van het verhaal. Ik kom op in Sliedrecht en iedereen staat. Het was jongerencentra, er was een drankje in. En ik begon mijn ding en het was rumoerig. Maar het was één man die continu tegen me zat te praten. Dus goedenavond, goedenavond. Oké, nou, dames en heren, ik ben Jochem Meijer met een gabber. Hoezo heb je haar op je kop? Nou, en alles wat ik zei werd gepareerd. Maar ik ben een slechte improvisator. Dus in het begin ging ik er nog wel wat dingetjes mee doen. Maar nee, het ging voor geen meter. Nu komt hij. Toen had ik een heel slecht dingetje als altijd neemt kortjakje wiet midden in de week, maar zondag niet. Waarop die man daadwerkelijk het podium opliep en mij een joint gaf. Ik heb wel wiet, moet jij niet? En ik was zo van slag, want ik kan me gewoon echt niet wel, want die man was grappiger dan ik. En het was zo ellendig. En toen heb ik letterlijk gezegd, nee dank je. En toen ben ik zo naar mijn keyboard gelopen en mijn eindnummer, Kip met Brie, was altijd mijn eindnummer, heb ik gewoon mijn eindnummer ingezet. Dus ik denk dat ik na 9-10 minuten al gewoon... Ik dacht, ik kreeg een soort idee van, als dit het vak is, dan... En je zou het 3 kwartier doen. Ja, ik zou zeker 3 kwartier doen, of een half uur in ieder geval. Maar ik ben gewoon, na 10 minuten heb ik gewoon mijn eindnummer ingezet. Totaal in paniek van het podium afgaan. Ik geloof dat het echt de enige keer is dat ik echt totaal in paniek van het podium af ben geweest. Tranen met tuiten. Ik begon wat later in de jongerencentra. Bert was al begonnen. Bert gewhatsappt, WhatsApp was nog niet. Bert gesmist. Bert gebeld. Die was net... Hij zou net beginnen, ja. Vlak voor de heer. Hey, waarom bel je op? Ik moet zo op. Ik stop ermee. En dit is een kutvak. En ik weet helemaal niet. En toen heeft een medewerker van Barendrecht van de Schouwburg heeft mij opgehaald. Omdat ik zei, ik moet hier weg. Want ik had geen auto. En ik werd helemaal gek. En toen heb ik uiteindelijk in de coulissen de voorstelling van Bert Visser gezien. En toen zei de directeur tegen mij. Na afloop, toen vertelde ik hem dat het vreselijk was geweest. Zei hij van, oh jongen, als je er hard werkt, dan kom jij ook vast wel een keer in Barendrecht terecht. Ja. En later stond ik in Barendrecht. Weet je, en toen zei ik, weet je nog, zei hij dat jongetje in de coulissen zat. Was jij dat? Ik zei, ja, dat was ik, ja. Oh, wat goed. Oh, weet je wat ik... Want dit sowieso is het een goed verhaal, want dit is...
exact waarom ik Elektra gekozen heb als naam. Omdat het zo'n iconische plek is. En zoveel mensen er hebben gestaan. Want jij hebt er gestaan. Pieter Derks heeft er ook gestaan. Die heeft erover verteld. Guido Wijs heeft er gestaan. Pieter Jouke. Royckers, Kamps en Kamps. Heel veel comedians ook. En volgens mij heeft iedereen er wel zo'n soort verhaal bij. Maar ook, ik heb er vorig jaar hebben we een kleine mini-documentaire gemaakt over waarom dit zo'n bijzondere plek is. En ook het feit dat iedereen, wat Pieter Derks bijvoorbeeld, die vertelde, die deed een try-out, zijn laatste try-out voor de première van zijn eerste show. Ja. En die zei, ik kon de technicus op een gegeven moment gewoon niet meer zien, want het stond er zo blauw van de rook. Ja, dat ook inderdaad. Oh. En toen waren we er aan het filmen en zeiden ze, ja, kun je misschien dat van het roken en het blowen, kun je dat eruit laten zien? Maar dat was een ding. Dus dat er bij jou iemand daadwerkelijk het podium opspringt met een joint. Ik heb een jointje. Gewoon niet luisteren. Oh, ik krijg nog kippenvel. Goh, was ik verdrietig. En toen was die Robert Brouwer, hoorde ik later, daarna, die brak de tent helemaal af. En toen, heb ik ook nog herinnerd. Van, hoe ga ik dat ooit voor elkaar krijgen dan? Ja, weet je wat je zei? Je hebt heel veel jongerencentra gedaan. Want ik luisterde van de week de podcast van jou, Theo Maassen. Ja. Of jij was de gast bij Theo. Ervaring voor beginners. Maar dat je zei, ik heb mijn eerste programma 300 keer gespeeld. Of ruim 300 keer. Alleen maar in jongerencentra. En dat is ook waar ik mijn hele stijl is daar aan terug te vinden. Want ik dacht, als ik maar gewoon mijn verhaal ga vertellen, dan lullen ze er doorheen. En als ik, maar ik ontdekte, wacht even. Maar als ik heel snel ga praten en ik hou de ekjes kort. Kort, snel, boem, 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 veel variatie, dan hebben ze geen kans om er tussendoor te komen. Want ik ben natuurlijk niet iemand die met het publiek lult. Dus dat was mijn tempo. Dus als je naar mijn eerste opnames bekijkt van hoe ik zeg maar bij het Groningen Cabaret Festival was en hoe ik na die 3 jaar jongerencentrum was, het tempo was omhoog. Ik was in 1 keer onwijs druk. Ik was hele kort. Dus daar heb ik echt mijn zicht. En toen kwam ik van de jongerencentra, kwam ik weer terug in de kleine zalen van theaters. En daar ging het dus helemaal mis, omdat ik daar waren ze niet gewend om zo'n tempo te hebben. En dus dat was weer heel ander publiek ook. Dus daar werd ik ook heel vaak niet teruggevraagd van, ja, nee, ga lekker in jongerencentra, maar in het Schouwburg hoor je niet thuis. Oh, wauw. Dus. En weet je dan nog shows uit het begin, van dat je net weer naar de theaters ging? Ja, dat is heel pijnlijk. Van hele pijnlijke dingen. Ook van die mensen die dan achteraf, en dat vind ik dan zelf altijd fijn, die dan, ik weet nog dat ik in het Onze Lieve Vrouw Theater in Amersfoort volgens mij stond, ook met de Vrouw Holland in een dubbelprogramma. En dat ze zeiden, de volgende dag belden ze op, Vrouw Holland willen we heel graag terug hebben. Maar Jochem Meijer, nee, die moet maar een ander vak gaan kiezen. Weet je wel, heerlijk. En dan 20 jaar later word je door Onze Lieve Vrouw, zei je niet een keer bij ons in de spijt? Ik zei, nee, dat... Wat doe ik dan niet? Ik heb wel een nummer van Vrouw Holland voor je. Oh ja, oh, erg. Ja. Maar ik vind het altijd zo grappig dat je inderdaad toch wel die rotsvachten, gewoon continu het vertrouwen hebt met al die mislukkingen. Dat je denkt, nee, ze hebben het allemaal fout. En uiteindelijk wordt het een mooi verhaal van, oké. Ja, ja. Dus dat is altijd wel leuk eraan. Maar het jongerencentra, ja, daar blijf ik altijd zwak voor hebben. En een van mijn verhalen in de jongerencentra dat ik altijd zo leuk vind. Ik try-out nog steeds altijd in jongerencentra. Ik vind dat echt heel erg leuk en heel, cool. Heel goed. En is plots, dat weet ik nou precies, ADHD. Roelof Arendsveen. Ja, plots, Roelof Arendsveen, netjes. En dat vind ik het leukste jongerencentra nog steeds. Daar sta ik nog steeds. Dat vind ik echt geweldig. Het is er een die ook al vaker in de podcast voorbij is gekomen. Iedereen vindt dat leuk, toch? Die zijn goed opgevoed. En, ja, het is een gare tent. Want ik speelde, ja, maar gare tent is het leukste wat er is. Toch? Het leukste was, ik speelde er ooit. Toen zei ik, het is wel een gare tent. Ik tocht hier gewoon door de wasbak. En er kwam zo'n harde lach van herkenning. Ja, en dan weet je ook dat in die kleedkamer staan ook de drankvoorraad. Dus alle kratten bier staan in de kleedkamer. Nu komt hij. Mijn probleem is nooit dat ik te lang ben. Nooit. Dus elke cabaretier denkt dat, ik heb te veel materiaal. Nee, bij mij is het altijd, ik heb te weinig materiaal. Dus ik stond mijn eerste avondvullende try-out van ADHD. Ik had Gabba een paar keer daar gespeeld, dus ik was echt populair. Het zat stampers vol. En ik speelde mijn eerste avondvullende ADHD. Ik had een jaar geschreven. Ik denk, nou, we gaan los. Dus ik zeg tegen mijn technicus, joh, geef even een seintje als ik na 3 kwartier, want dan kan ik stoppen en dan maak ik daarna een pauzetje en dan doen we daarna weer na de pauze. Maar dat seintje kwam er niet. Maar ik was al door mijn materiaal heen van... De eerste helft, wat ik zelf gedacht de eerste helft was. Maar hij gaf geen seintje. Ik zou wel in de buurt zitten. Ik ga gewoon door. En dus op een gegeven moment, na 3 kwart, zeg ik tegen mijn technicus. Tinus, hoe lang zijn we ongeveer bezig? 27 minuten. Maar toen zat ik al op 3 kwartier van mijn materiaal. Of 3 kwart van mijn materiaal. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, dan kan ik beter maar doorspelen. Dus ik had al mijn materiaal gedaan. En dus zat ik op 48 minuten. Nee, nog niet eens volgens mij. 46. Gewoon 46 minuten. Gewoon al mijn materiaal. Terwijl het was mijn eerste avond vullen de show. Dus ik dacht,
kut. Maar hoe dan? Ja, omdat ik natuurlijk alles heel snel doe. Zeker als ik onzeker ben, dan ga ik nog sneller zijn en nog sneller zijn. En dan ga ik dus op hol slaan. Dat deed ik vroeger sowieso. Dus ik had gewoon in 46 minuten gewoon al mijn materiaal van avondvullend er doorheen geramd. Maar ja, ik sta wel avondvullend geboekt daar. Dus ik dacht, hoe ga ik dit oplossen? En toen zei ik tegen het publiek, dit is mijn laatste nummer. Dus mensen zitten op de loos, kijk, laatste nummer, wat wilt hij nou? Zei ik, maar ik heb een hele leuke toegift. En toen ben ik, in dus ook een vlaag van paniek, ben ik dus die kleedkamer ingegaan. Heb daar 3 kratten, want die stonden er allemaal opgestaan. Heb ik op tafel gezet. En mijn toegift is dat iedereen een gratis biertje van me krijgt. En ik kreeg een staande ovatie. Heel iedereen klappen en joelen. Van, nou, dat is een hele goede trouw. Ja, dat is een hele goede trouw dit. Zo ben ik er mee weggekomen, ja. 48 minuten. Totale paniek. En uiteindelijk is ADD van 2x20 naar 2x25 naar 2x34 gegaan. ADD was maar 2x34. Oh, wat grappig. Ja, was 2x40, net aan. En daarna richting 3/4. Maar 3/4 halen vind ik het allerlastigste wat er is, ja. Ja, en waarom dat is meer inhoudelijk dan slechte shows, maar waarom doe je dan met 2x34 toch nog een pauze erin? Of was dit nog gewoon de tijd dat theaters heel graag een pauze wilden? Nee, ik ben heilig. Ik reed er niet altijd vanaf de cabaret vette. Want zo heb ik het geleerd, ook in jongerencentra, dubbelprogramma's. Ik heb zo vaak cabaret vette en zo vaak dubbelprogramma's gedaan, dat ik less is more, altijd. Dus ik heb geleerd om een spanningsboog te pakken van 1/2 uur, 3/4. Dat is ook maximaal wat een mens ongeveer kan. Mm-hmm. Maar zeker met mijn tempo. Dus mijn tempo gaat dus heel vertragend werken. Als je te lang op één tempo speelt, dan werkt mijn show niet meer. Ja. Dus het is letterlijk gebaseerd op eerste kwartier gas. Dus dat is de eerste zeil. De tweede zeil is gewoon keihard. Dan hoef ik namelijk geen rustpauzes erin te hebben. Dan ga ik door tot aan de pauze. Een goede pauzeknaller. Beginnen met een goede knaller en eindigen met. Dus dat zijn mijn 4 zuilen. En ik heb gemerkt dat dan kan ik het tempo hoog houden. Anders moet ik toch altijd een rustpuntje of een dingetje hebben. En dat heb ik niet. De energie voor dan. Nou ja, hoe zeg je, heb je niet de rust voor? Moet ik het andersom zeggen? Ja. Dus het is gewoon letterlijk, ja, zo heb ik het geleerd. Oh, wat grappig. 2 keer een cabaret vette programma maken. Ja. En wat is als je zegt cabaret vette is en misschien ook wel een beetje in het verlengde van de overstap van jongerencentrum naar theaters. Heb je dan ook bij een cabaret vette niet gehad dat je met jouw stijl dus het publiek voor je hebt? Dat zijn toch vaak ook meer de abonnementhouders of de ouderen. Ja. Die dan ook denken, ik weet niet wie deze gast is. Nee, en wat daar knalde ik altijd. Daar knalde ik altijd dak af. Zeg je heel. Okay. En dat kwam omdat ik ben goed in 1/2 uurtjes. Gewoon zwaar tempo. Boem, 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 boem. En gewoon knallen. En zeker als je dan bijvoorbeeld een vrouwelijk duo voor je had. Of een heel geëngageerd Leids Cabaret Festival typetje. Dan snakte het publiek naar. Dus dan kwam ik op. Goeiedag, wat heb je? En dan was dan meteen, oh heerlijk. Oh, we gaan lachen, heerlijk. Dus Cabaret Festival, dat is echt de reden waarom ik populair ben geworden, is Cabaret Festival. Want ik knalde 1/2 uurtje. Ik mocht het jaar daarna mocht hij terugkomen. Want uiteindelijk, bij mij is het heel simpel. In grote zalen ben ik best goed. Maar in kleine zalen ga ik altijd op een mijl. Ja, dus ik pas in grote zalen komt. Als jij een auto hebt met heel veel gas en die heel hard. Een Lamborghini. Dan moet je naar de autobaan. Ja. De ring van Leiden. Maar een Lamborghini kan wel, als die op het circuit rijdt, dan kan die wel losgaan. En als stadsauto is een Lamborghini gewoon kut. Nou, zo moet je het zien. En dan moet je niet. Lamborghini is dan iets te mooi, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Een grote motor. En toch ga je ook nu nog, zeg je, try-outen in hele kleine jongerencentra. Ja, en jongeren vind ik dat nog leuk. Maar kleine zalen Schouwburg of kleine zaaltjes zouden. Oh vriend, ik ga kapot. Ik ga echt kapot. Er mag ook niemand bij mij in de zaal zitten. Geen vrouw, geen manager, geen. Niet je eigen vrouw bedoel je, wel vrouwen in het algemeen, toch? Ja, vrouwen in het algemeen wel. Dat klopt, dat heb ik ook gezegd. Nee, mijn vrouw niet. Mijn manager niet. Als schouwburgdeuren er zitten van andere schouwburg, dan ga ik pas het podium op. Als zij uit de zaal zijn verwijderd, niemand mag erbij zijn. Mensen, ja, het is echt heel slecht wat ik doe bij try-outs. En daar heb ik ook extreme trauma's van. Ik was nu toevallig in, die zaal ook weer, Culemborg, Franse school heet het zo? Ja? Ja, Franse school, ja. En dat je dus onder de ondergrens gaat. Dan praten we over mijn laatste show. Dus dat ik gewoon, voor de pauze had ik mijn betere materiaal zitten, na de pauze wat slechter materiaal. Maar dat betere materiaal ging ook al niet. Dat ik alleen maar in de pauze dacht, wacht even, maar nu komt mijn slechte materiaal. Oh my god. En ik ga naar afloop, ga ik de auto in. En ik zeg na 5 minuten tegen die chauffeur, stop maar eventjes. En ik heb gewoon echt gewoon kan kotsen. Gewoon kotsen. Gewoon dat je denkt, gewoon onder de ondergrens. Oh, en wat? Maar hoe was dan de show?
Sowieso, beschrijf even die dag. Want je gaat erheen. Ik neem aan dat jij wel gewoon zelfvertrouwen hebt. Dat je denkt, oké, ik heb nu... Nee, maar er zit een logica in. Eerste keer doe je een try-out. Eerste try-out die je doet, valt altijd mee. Dan denk je, ja, er zit al leuk materiaal. Ja. Tweede keer denk je, oh, maar die stukken gaan heel goed. En die stukken heel slecht. Dus je gaat aan de slechte dingen werken. En de goede dingen laat je zoals ze zijn. Dan, die tweede try-out, zijn de, alle dingen waar je gewerkt hebt, zijn opeens heel goed. Maar de dingen die gisteren goed gingen, zijn opeens heel slecht. Je denkt, kut, maar... ik moet ze wel allemaal erin laten. Dus je kan nog niet gaan schrappen. De derde of de vierde trout heb je dus gewoon dat je nog steeds alles moet doen. Want het kan een conferentie kan of op de verkeerde plek zitten. Of het kan verkeerd getimed zijn. Of het publiek is gewoon wat lastiger. Dus voordat je echt weet of het een echte hersteller is, moet je wel 4, 5 keer gespeeld hebben. En ik zat net op mijn vierde, vijfde trout dat ik nog steeds al mijn materiaal moest spelen. Dan voor een taai publiek. Dan als zijnde Jochem Meijer, dat daar ook heel veel mensen zitten van, nou ja, daar moet je kennelijk heen. Oh joh, op je mel. Het heb ik, maar het helpt, hè. Dat was na afloop in de, dus dan kom ik 's nachts thuis. En toen heb ik zo die tweede helft gepakt, de hele tweede helft gepakt. Gewoon 3 kwartier, 40 minuten met gaan. En ik heb die hele tweede helft gewoon in de hoop haard geflikkerd. Oké, en nou de eerste helft uitbreiden en dan gaan we... En hoe... Dus het is nodig. Hoe is dan de pauze van zo'n avond? Want dan heb je de eerste helft, die loopt al waarschijnlijk ook niet heel lekker. Nee, maar dan daarom... Oké, maar je vraagt waarom ik een pauze heb. Een pauze is een ideaal resetmoment. Daarom zou ik nooit zonder pauze kunnen. Dus als ik een slechte eerste helft speel, als je dan doorspeelt, dan heb je gewoon een hele kutavond. Terwijl, daar kan ik nog resetten. Nou. Dus als ik een slechte eerste helft speel, weet ik dat ik een wereld tweede helft speel. Andersom, als ik een hele goede eerste helft, kijk, het publiek komt maar 1 keer klaar. Dus je moet het ergens... Dus daarna is het kut. Dus je, ja, nee, dat werkt wel. Ik weet de titel van deze aflevering. Ja, maar het is wel dat als je bij cabaret... Maar ook daarom vraag ik het. Je moet ook jezelf resetten. Je moet wel nadat je 35 minuten... Ja, dat lukt. Maar dat lukt toch altijd wel, ja. Dan heb je toch een soort raar zelfvertrouwen van... Ah, kom goed, Maya, even concentreren nu. Even. Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ik bedoel, jij staat natuurlijk normaal gewoon in grote zalen waar mensen helemaal uit hun dak gaan. Want die zijn blij dat ze überhaupt een kaartje hebben kunnen kopen en dat het niet uitverkocht is. Ja. Dat is gewoon jouw normale manier van werken. En dan sta je 35 minuten, 40 minuten met nieuw materiaal en het werken. Wat doet dat in jouw hoofd? Het is nog erger. Nee, maar het is nog erger. Oké, ik sta dan in Zeeland of in Walhalla met mijn tweede trout of mijn eerste trout, ja. Dan zijn er dus, en dat is heel pijnlijk, dat is heel vereerd. Dan staan er dus al mensen in de rij, hebben al 2 uur in de rij gestaan voor een kaartje voor mijn try-out. Ja? Dus mensen hebben in de rij gestaan voor een try-out. Ja? Even om die druk omhoog te leggen. Dan heb je dan heel veel kinderen bij mij die komen, die dan helemaal... Maar mijn publiek weet helemaal niet wat een try-out is, wat een première is en wat een normale voorstelling is. Dus die komt daar binnen, die denkt, oh, nou, geen decor. Vorige show had hij gewoon toch in decor, of niet? Ja? Die hebben ook helemaal niet de gaten. Heel veel Brabanders in Walhalla. Ja, als ik praat, is altijd Brabant voor mij. Dus dat is altijd mijn hel publiek. Zo ziet de hel van mij daar. Maar in ieder geval, dus dan hebben die mensen daar zitten. Hebben ze ook niet in de gaten dat ze €5 betalen in plaats van €20. Ja? Dus na afloop zeggen ze, iedereen die daar zit is teleurgesteld. Iedereen die daar zit, die zegt, oh, je vorige show was heel beter. Dan heb je ook nog luider bij ze zeggen, waarom deed je geen Bonaire meneer en zo? Waarom deed je geen wakker worden? Ik zeg, nou, dat is mijn vorige show. Ja, maar ik kom toch gewoon voor... Ja. Dus na afloop van elke try-out waar ik sta, zijn mensen allemaal teleurgesteld. En dan zet mijn technici me aan te kijken, ja, ik vond het ook niet erg goed. Ja, maar het komt goed, jongens. Maar dan sta ik helemaal in mijn eentje. Sta ik dan maar mezelf vertrouwen omhoog te nemen. Maar ik weet dat het goed komt. Oh, ja. Oh, wat erg. Ik weet trouwens, ik heb trauma's. Oh, wat vreselijk. En niemand durft ook iets te zeggen na afloop van of dat was leuk of alleen maar van ja, mogen we op de foto? Oh man, ja. Echt heel erg. En als je, oh nee, ja. Dat is echt voor mij de hel. Ik droom daar ook 2 keer nachtmerries over per week ongeveer. Omdat ik weet dat als het er nu aan zit te komen, dan ja. En je doet er ongelooflijk veel ook nog eens. Ja, omdat het heel lang duurt voordat het enigszins niveau heeft. En daar ben ik echt heel eerlijk over. Het is gewoon, tuurlijk, ik kom ook weg. Ik heb ook mijn charmers natuurlijk. Ik heb mijn 50 jaar ervaring. Dus ik heb wel try-out grapjes en zo. Maar het is duurt. Kijk, ik ben een komiek, ik vertel geen verhaal. Dus zijn ekjes. Maar als je een ekje doet en het is niet leuk, dan is het ook gewoon niet leuk. Dus dat is, oh, wat erg. Ja. Oh. Dat vroeg ik wel. Jij legt volgens mij voor jezelf de lat heel erg hoog op elk niveau in je... Het publiek dus ook van mij, hè? Dus... Ja, nee, okay. Nee, maar weet je, maar ook gewoon qua decor en de mensen waar je mee werkt en weet ik wat, dat alles moet op de juiste plek zitten. Ja.
Is dat iets wat jij altijd al hebt gehad? Want als jij in een jongerencentrum ergens in Drenthe staat, kan je de lat niet zo hoog leggen qua techniek, qua decor. Maar wel gewoon. Nee, laat ik zeggen. Op het podium staan is ontzettend eng. Het is niet normaal. Het klopt niet dat als de mensen allemaal naar jou zaten kijken, en heb je ook nog een opdracht, namelijk dat je grappig moet zijn. Dus het is een absurde afspraak en het is voor een mens niet te doen. Druk technisch gezien, onzeker. Ik bedoel, iedereen, hè? Voor iedereen. Ik zie bij Joep, die nog in de, als ik in de coulissen zit, dat hij spannend vindt. Bert vindt het spannend en iedereen vindt het spannend. Dus de enige manier waarop ik daarmee om kan gaan, is dat ik zelf het gevoel moet hebben dat ik er alles aan gedaan heb. En daar zit het rare perfectionisme in. Dat ik denk, oké, ik heb er zo snoeihard aan gewerkt, dan kan ik dat handelen. Ja. En dat is wat erachter zit, ja. Maar hoe zenuwachtig ben je dan als er elementen zijn die je niet hebt kunnen optimaliseren? Nou, op het podium zelf lukt het altijd wel. Dus ik heb altijd nachtmerries. Ik zweer je, 2 keer per week heb ik nachtmerries. Dat het zaallicht aanstaat, dat er rumoer is en dat het half vol zit en dat de mensen weglopen. Ik zit echt niet te fokken, maar ik heb dat 2 keer per week. En dan moet ik ook lachend wakker worden, omdat ik het herken. 2 keer heb ik zo'n nachtmerrie. Ja, dit zijn gewoon mijn nachtmerries. Terwijl, ik heb het een keer meegemaakt, ja. En dan op het podium trek ik het wel. Na afloop ga ik kapot. Maar dus ik een voorstelling. Luxor, nieuwe Luxor. Dat is 1600 man, 17 man. Ja. Eerste keer nieuwe Luxor. Nou, kom op. Weet je, net zoals Carré. Ja. Echt wel een moment. Dat is te gek. Ja, ja. 17 man, uitverkocht. Boom. En ik kom oplopen. Ik had geen toneelmeester. Alleen een geluidsman in de zaal en een lichtman. Nee, die deed ook trouwens licht. Nee, ik had 1 technicus bij. Die helemaal achterin het Luxor zit. Ja. Je voelt hem aankomen. Ik kom oplopen. Ja. En ik roep. En mijn microfoon staat gewoon uit. En niet uit, maar gewoon niet een beetje. Nee, uit. Dus, en dan sta je daar. Nieuwe Luxor. 17 man, familie erbij. Iedereen, want dit is wel een momentje. En een kwartier lang. En voor mij, dat is bijna avond. Dat is de eerste helft. Een kwartier lang staat de microfoon uit. Dus ik zit die technicus. Mag ik in ieder geval een microfoon hebben? Hebben we niet. Mijn technicus moet dus helemaal naar voren lopen om te kijken wat daar aan de hand is. Nou, het was uiteindelijk een kabelbreuk. Maar kom daar maar eens achter. Ergens een kabelbreuk is. Dus ik heb een kwartier lang met de. De kabelbreuk tussen. Ja, de kabel van het podium af, zeg maar. Die, ja, dus hij heeft uiteindelijk na een kwartier iets gedaan. Ja. Wat totaal niet logisch was. Maar doordat het niet logisch was, was het heel per ongeluk goed gekomen. Ja. Er zit ook nog een geluksfactor bij. Maar ik moest dus zonder microfoon, zonder iets van versterking, 1700 man, Luxor, een kwartier lang, de eerste kwartier, wat het meest essentiële van je hele show is, moest ik dus gaan improviseren. Want ik kon niks doen. Ik had geen geluid. Dus toen. Ik heb een hele harde stem, dat scheelt. Dus ik heb nog wel enigszins. Nou, lekker dan, dit nat. En nou ja, ik. En dat lukt dan. Maar als ik eraan terugdenk, ik krijg echt pijn, zo'n pijn in mijn buik. Dus dat is wel het grappige. Je droomt erover, maar als het gebeurt, dan lukt het altijd wel. Ja, maar dat is ook wel een hele heftige. Als ik dit zo niet vertel, ik meteen weer alle kriebelen en pijn. En allemaal pijn en trauma's. Je brengt echt trauma's naar boven. Jou. Jezus. Zo heftig. Ja, dat zijn een beetje de trauma's. De trauma's zijn dus 1, dat je geluid het niet doet. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben natuurlijk ik ben licht autistisch spectrum. Dus als er lawaai is, dan zou ik ook niet tegen. Dus ik heb wel eens gehad. Dat heb ik heel veel collega's verteld. Maar je hebt natuurlijk ook wat spastische mensen vaak in de zaal zitten. En die lachen altijd een seconde later. Dus dan is het gewoon grap. En dan hoor je. Achteraan. En dan weet je, oké, we hebben een spastische iemand in de zaal. Hartstikke leuk. Dus dan moet je een paar keer roepen van, joh. He, heb je het naar je zin en dan is het eruit. En dan af en toe is het grappig, af en toe is het heel vervelend. Maar daar kan ik goed mee omgaan. Ja. Maar dat zijn natuurlijk ook heftige dingen. Trouwens, daar gesproken. Jaap Mulder heeft natuurlijk ook cabaretier. Ja. Die heeft dat ook een keer meegemaakt. Dat gewoon meerdere spastische mensen waren. Maar het is wel fijn als je het van tevoren weet. Want anders. Ja, ik zei. En die zei op een gegeven moment. Het was ergens in een boerendorpje. En die was er zo klaar mee. Dat zei, jongens, dat jullie boeren zijn. Oké, maar je koeien ook hebt meegenomen. Ja, dan is gewoon meteen zaallicht aan. Iedereen loopt weg. En bottenlul. Maar hij weet niet waarom niemand die grap leuk vond. Oh, jongens. Oh, wat erger. Nou, dus er zijn mannen die ergere trauma's hebben. Ik bedoel, het verhaal van Lebbes en Janssen ken ik of niet? Dat is het beroemdste verhaal. Welke? Het verhaal van Lebbes en Janssen, van die man op de eerste rij. Heeft nooit iemand dit verteld aan jou? Nee, ik zit nu heel hard te graven. Want Lebbes en Janssen zijn allebei geweest, maar ik. Hebben ze dit verhaal nooit verteld over die man op de eerste rij die in slaap viel? Ik kan het me niet herinneren. Okay, maar en al hebben ze het wel verteld. Script, het lekker uit, maar dat is voor mij altijd het traumatische verhaal. Ze zitten samen lekker de oudejaarsconferentie te doen. En er zit de man op de eerste rij te slapen. En die ligt helemaal gewoon. En ze denkt, nou, wat krijgen we nou? Dus op een gegeven moment met gebaren, hintsgebaren, wijzen ze aan van, joh,
man, eerste rij, slapen, weet je wel. Dus iedereen lachen. En voor mij loopt naar beneden toe en die zegt boe tegen die man. En die man schrikt op en op dat moment zien ze een rood-wit stokje op zijn schoot liggen. Die man was gewoon blind. En die zat gewoon te luisteren. Maar dan krijg je dus kortsluiting. Want dan denk je, hoe kan ik dit oplossen? Ja. Dus dan krijg je een soort kortsluiting van haha. En dan ga je maar weer door. Maar in je hoofd denk je, wat ben ik ontzettend. En die blinde man, jij hartaanval. Van... Oh, wat verzin. Dus er zijn wel ergere dingen dan ik heb meegemaakt, ja. Ja, oh... Ik heb het zelf ooit gehad in Breda bij een tent. Hele leuke comedy shows. Daar zat een man op de eerste rij met een vrouw naast hem. En die zaten de hele tijd te praten. Maar die zaten echt gewoon in het midden, rij 1 ook. Oh, nee. Dat ik op een gegeven moment ook wel daar iets over zei. En toen was ik zo, ja, maar hij is blind. Dus ik vertel wat je aan het doen bent. Oh, maar die hele zaal, maar het is een heel trouw publiek. En die hele zaal zat ik echt zo, ja, dat is Gerard. Die komt elke maand, die is blind. Ja, dan weet je zo, dat. Hè? Had even... Ja. Had dit even gezegd, dan had ik het geweten. Ja, maar soms, dat zijn natuurlijk ook de dingen. Hè, dus dat is ook een van de trauma's. Dus dat je altijd met impulsie. Maar ook een van de dingen is altijd dat je altijd gefocust bent op die eerste rij. Omdat het de enige rij is die je ziet. Weet heel veel mensen niet. Maar wij zien maar één rij en dat is de eerste rij. Of je moet onder de lampen doorkijken. Zie je misschien rij 2, 3. Maar voor de rest. Dus, en dat zijn zuigers. Dat heb je vaker gehoord. Dat zijn zuigers. Dus als er iemand gek zit te doen daar, dat zuigt. Al je aandacht, alles, alles gaat daar. Dus ik heb ook wel eens een mevrouw op de eerste rij, die oudere mevrouw, die echt alleen maar mij zat aan te kijken, alsof ik niet verstond wat ik zei. En ze heeft geen seconde gelachen, die hele avond niet. En nou ja, ik in de pauze was ik al eens duivels op mijn technici, kan je niet weghalen. Maar ik kan die gewoon niet spelen, weet je wel. Het is gewoon niet te doen. En na afloop, kom ze op mijn afloop. Ik denk, nou ga ik het krijgen, nou gaan we het krijgen. En ze kijkt me strak aan en zegt ze, leuk show die ik ooit gezien heb. Dus soms zegt het ook helemaal niets, weet je, dat je denkt, tering. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ah, ja, nou ja, het is, ja, nou ja. Want we kwamen hier via de mensen in de zaal met spasmen. En toen raakten we op Jaap Mulder en andere dingen. Klopt, maar de spasmus is maar we hebben het ook over al je trauma's, maar mijn grootste trauma, die moet ik ook even kwijt. Oh, het is ook therapie. Ja, hoor. Therapie. De grootste trauma, Heerden zit midden in de Bijbelbelt. En daar boekten ze 6 cabaretvoorstellingen per jaar. Donkey Shocking, Ivo de Wijs, Jasperina de Jong. Cabaret met de kaas. Als Doris Stijn, juist. En dan één jonge cabaretier. Eén, gewoon de nieuwe generatie. Ja, dus ik stond op een van die dingen en het publiek was daadwerkelijk gewoon Stichting Zonnebloem. Het was allemaal boven de 70, 80, kwam met looprekkers binnen. Dus ik dacht al, oh my fucking god. Maar mijn technicus zei, nee, gewoon je voorstelling spelen. Ze weten dat je jonge cabaretier bent. Kom goed, no worries. Ja. Maar ik begon mijn ding al met een rookmachine. Van, mooi, weet je wel, een beetje rook erin, klank. En dat was natuurlijk een beetje wat ik van jongerencentra geleerd had. Want die hadden altijd rookmachines. Dus ik deed dat rookmachine aan. En ik sta in de coulissen te wachten. Nou, je weet, als je één technicus hebt, dan krijg je gewoon 10 minuten. En dan ga je gewoon in de coulissen staan. En dan hoor je wel wanneer het begint. En op een gegeven moment voel ik een... Nou, ik hoorde mijn beginmuziek. Hoorde ik al aan de beginmuziek dat ik over 1-2 minuten ging beginnen. En ik word op mijn schouder getikt. En er staat een oudere man. Ja, sorry, meneer, dat ik u stoor. Ik weet niet of u de technicus bent. Maar ik zit in de zaal met mevrouw. En er staat volgens mij iets in de fik of zo. We krijgen een soort rook en we hebben daar last van. Kunt u daar iets tegen doen? En op dat moment hoor ik mijn beginmuziek komen. Dus maar überhaupt dat hij iemand in de coulisse zit. Je schrik je kapot. Hè? Je bent aan het frustreren. Dus dat was al één schrik. Vervolgens hoor ik mijn beginmuziek. Ik denk, ik moet op. Ik denk, en ik kom op inderdaad. En ik zie die man teruglopen. Met zulke grote ogen naar me kijken. Toen, het was de artiest zelf die ik heb aangesproken. En die gaat zitten. En ik zie inderdaad alleen maar oude mensen. Ik denk, oh, ik kom op. Ik ben een gabber. En het was doodstil in de zaal. En toen heb ik voor het eerst van mijn leven gedacht. Oké, maar ik moet het overleven. Ja, en ik ben komiek. Dus ik ga die mensen een leuke avond bezorgen. Dus ik heb toen een hele programma omgegooid. En ben eigenlijk de hele beschaafde kakker die ik van origine ben, ben ik gaan doen. Waardoor die mensen in de afloop zeiden, dat was verdomd aardige show. Ja. Jongen. Ja, de rookmachine in Heerde. En als je dan afkomt en je zegt, dit is een groot trauma. Ben je dan tevreden omdat je wel gedaan hebt wat je doel was, die mensen een leuke avond bezorgen? Ja, of denk je dan, ja, maar ik heb toch niet gedaan wat ik had willen doen? Nee, dat is wel echt het cruciale waar ik met heel veel cabaretiers op begonnen heb. Heel veel cabaretiers zeggen altijd, nee, ik maak wat ik maak. En wat je er ook van vindt,
dat interesseert mij niet, want ik maak wat ik maak. Mm-hmm. Dit verhaal vertellen. En toen kwam ik erachter, en dat is voor mij echt een sleutelmoment geweest. Ik ben komiek dus. Ja? Dus ik sta niet op het podium zozeer om een verhaal te vertellen. Ik ben komiek. Ik ben daadwerkelijk op het podium om mensen te entertainen. En als ik dan zelfs die mensen wil entertainen, dan pas ik me dus aan. En dat was een heel cruciaal moment. Want ik ben natuurlijk niet gewoon revolutionair en gewoon boem er tegenin en schuren en dingen. Toen dacht ik, oh ja, ik ben komiek. Dat was echt een moment. Ja, ja. Ik vind het dus belangrijker dat mensen een leuke avond hebben dan dat ik per se alles er doorheen moet drukken. Ja, dat vind ik het leuke aan heel veel rampenoptredens. Is dat ze kunnen dus ook voor dit soort leermomenten zorgen. Of dus, net als jij, dat je in jongerencentra een stijl ontwikkelt. Die ja, dus, ja, exact. Ja. Maar dat is wel wat ik denk. Ja, ze hebben ook wel een functie om dit soort shows te doen of dit soort avonden mee te maken. Zeker, ja. Zodat je later denkt, oh, wacht even, ik moet... Ja, maar je bent volgens mij ook veel flexibeler. Als ik nu zie waar ik opgetreden heb in mijn begintijd. Ik was 18 en 19, 20, ik was op mijn 20e al fulltime cabaretier. En daar heb je een soort bravoure. Joh, zet mij voor snabbels, ook zo'n ding. Snabbels. Hoi, Wouter hier. Te gek dat je Elektra kijkt hier op YouTube. Je helpt me enorm bij het verspreiden van deze podcast door even een duim omhoog te geven. Of door een bericht achter te laten in de comments hieronder. En weet je niet zo goed wat je moet schrijven? Laat dan gewoon even weten wat jouw favoriete imitatie van Jochem is. Wil je meer van dit soort podcasts zien? Abonneer dan op dit kanaal. En klik ook even op die bel, dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. Helemaal gratis en voor niets. Wil je me steunen bij het maken van de podcast? Klik dan even op bedankt hieronder om een kleine donatie te doen. Of ga naar elektrapodcast.nl om te doneren via Ideal of bankcontact. Oké, snel terug naar Jochem. Nee, ik heb te veel trauma's. Ik ben 19 jaar. De geheugenkaarten zijn helemaal leeg. Nee, dus ja, ga vooral door. Exact, sorry. Nee, ik had mijn eerste snabbel. Impresariaat had het geboekt in de Martini Plaza in Groningen. En iedereen stond in dat grote podium. En ze hadden bij mij ontdekt opkomst van een stand-up comedy. Nee, we zetten gewoon een barretje, gewoon een klein dingetje neer en een microfoontje. En dan gaat meneer stand-uppen. Maar ja, ik ben natuurlijk iemand, ik ben geen stand-upper. En ik kan niet met een microfoon omgaan. Ik wil altijd terugvluchten achter mijn piano. Dus een soort pianootje op dat podium gevrot. Iedereen zat lekker in de grote zaal naar mijn collega's te luisteren. En ik zat dus in een barretje. En die stand-up comedy wist nog niemand. Dus iedereen zat aan de bar. Tussen mij en de bar was ongeveer 15 meter. Dus niemand zat. Het was een soort lege ruimte met wat mensen aan de bar. En mijn manager was daar ook. En ik sta daar inderdaad. En ik sta daar mijn ding te doen. En het was doodstil. Ik zat gewoon aan de bar. En ik stond echt gewoon als een soort achtergrond cabaretier. Stond ik aan te kutten. En ik heb alleen maar strak mijn manager aangekeken. Sorry, ik moet even... Hij is gewoon nooit gevallen. Maar ik vind de term achtergrond cabaretier. Ja, maar zo valt alle pijnlijkheid heel goed samen. Ja, ik zag. En ik zat er tegen hem en zei, ik ga het niet doen. Hij zei, je gaat het wel doen, ik ga het niet doen. Ik zei, ik wil gewoon... Nee, je gaat het wel doen. En ik heb alleen maar mijn manager aan zitten kijken. Gewoon gedurende de hele show. Ik heb er niet omheen gekeken. Tot hij op een gegeven moment de beweging maakte van... Oké, het is goed. Nou, ik denk 8 minuten of zo. Stop hem maar mee. En toen heb ik zo mijn eindlied tegen gezegd. Boop, boop, boom, klink, hup, en weg. En toen heb ik in de kleedkamer tegen hem gezegd... Het was toen 18,5, want ik was echt net klaar. Zei ik, kijk me goed aan. Dit is de laatste keer dat ik een snabbel heb gedaan. Waarop hij echt zei, jij... arrogante kutstudent, weet je, snabbels, ja, daar verdien je geld mee. Dus no fucking way. Wat denk je nou? Dat jij zonder snabbels gewoon van je boterham kan eten als van cabaret? Weet je, flikker toch op, bij wijze van spreken, weet je. Maar ik heb daadwerkelijk nooit meer in mijn hele leven, vanaf mijn 19, ik heb dus nooit een snabbel gedaan. Oh, ik heb goed. Nooit voor een bedrijf gespeeld. Ik heb nog nooit ingehuurd voor iets. Nog nooit. En ik heb bedragen gekregen, vriend, echt Lamborghinis. Ja, Lamborghinis. Ja, je woont in de stad. Wat moet je ermee? Ja, daarom. Nee, exact. Nee, maar ik heb het nooit gedaan. Ik zou liever voor 30 betalende bezoekers in Pepijn... dan voor 500 mensen die betaald hebben om mij te zien. Of ze mij maar betalen, gewoon zo'n bedrijf. Ja. Nee. Nooit gesnabbeld. Nee, ja, goeie... Ik geloof dat er niet veel collega's zijn die nooit gesnabbeld hebben. Maar ik heb nooit gesnabbeld. Goeie keuze. Maar ik denk dat voor heel veel mensen... Want had je toen genoeg optredens eromheen om die keuze zo te kunnen maken? Ja, dat scheelt dan wel. Want ja, dat is... Maar ik was student, dus ik leefde sowieso van heel weinig. Dus dan kon ik het ook wel handelen. Maar ja... Want ik denk dat bijna iedereen die dit doet... Oké, er zijn een paar mensen die vinden snabbels heel leuk... en die zijn er ook heel goed in... Maar ja, ik denk dat de meeste mensen het toch vooral doen voor het geld en niet... Ik wou net zeggen, als je elke dag een snabbel doet, ja, word je 3 keer zo rijk als je gewoon normaal zou doen. Ja. Dat is echt bizar. Je verdient veel meer geld als snabbels dan aan je normale voorstellingen. Maar nee, ik kan het niet handelen.
Nee, ik kan het. Ik, maar nogmaals, het is inderdaad een keuze. Ik heb liever dan. En ik deed wel gewoon veel optredens. En toen voor de jongerencentra ook kreeg je 500, 600 euro per keer. En dat was prima toen je dat een paar keer per week deed. Nou ja, want dan kan je inderdaad zeggen: ik doe geen snappels meer. Nee, maar ik heb een leeftijd natuurlijk. Waar ik, want ik had gewoon nog bij wijze van spreken studiefinanciering. Dus dat. Dus dat had je toen nog. Mooi is dat. Ja, dat heb je niet. Krijg je nu weer, geloof ik. Ja. Nou ja. Moest het wel terugbetalen, want als je punten neemt, moet je weer terugbetalen. Niets leuk is trouwens, als je naar mensen hebt dat je het terug moet betalen. Daar heb ik heel lang volgehouden. Ik vrienden op bij Goedemorgen, informatiebeheergroep Groningen. Zeg, we hebben nog een schuld uitstaan. En iedereen raakt meteen in paniek. Heerlijk. Dat heb ik zo vaak gedaan, dit. Ja, totale paniek. Ja, heerlijk. Oh, wat erg, joh. Ja, en dan heb je nog een trauma van niet uitverkocht zijn. Dat is ook altijd een dingetje, weet je wel. Dus op een gegeven moment heb je een trauma van... Wow, het zit vol en leuk en gaaf. Maar op een gegeven moment, als je wat bekender wordt... dan is dat je altijd denkt, nou, het is een keer afgelopen. Het is een keer afgelopen. En dat is ook altijd een dingetje wat je niet... Ik knik ja, alsof ik weet wie het over hebt. Maar... Nee, maar dat is altijd wel grappig. Dat in het begin, als je natuurlijk altijd op een gegeven moment... als je al heel lang uitverkocht bent, dan is het... dan is je altijd, het is een keer voorbij. Het is een keer voorbij. Dat is dan je trauma, iedereen. Dus op een gegeven moment kwam ik in Dordrecht aan. En ik zeg die mevrouw van de laatste show ook. Dus het was eigenlijk al gewoon alles uitverkocht. Heel snel ook al. En ik kom bij de kassa aan. Ik zeg, kom nog even mijn kaartje teruggeven aan mijn impresariaat. En ze zit bijna vol, hè? Zit bijna vol, gefeliciteerd. En ik zei, en dan krijg je dus weer bijna vol, bedoel je? Nou ja, ik geloof, ze zeggen, even kijken. Nou, de laatste drie rijen zitten niet vol, maar de rest zit allemaal vol, gefeliciteerd. Ik zei, ja, zeker. En ik liep naar de kleedkamer, kun je voorstellen. Zij dus al gewoon een jaar in Carré, wij spreken, weet je wel. Ja. En allemaal uitverkocht. En dat je dus denkt, oké, dit was het dan. Heel stom. Dus ik loop terug naar de coulissen en meteen zei, wat is er aan jou nou? Ik zei, het zit gewoon niet vol vanavond. En ze beginnen keihard te lachen. En ik had de tranen ongeveer in mijn ogen staan. En ik zei, nee, echt niet. En die technische, lul nou, vriend. Daar hebben je mensen zes uur in de rij gesteld. Wat lul je nou? Dus ik zei, nee, een vrouw zegt het. Dus die komt terug. En die zegt, oh nee, sorry. Die mevrouw dacht dat je van de kleine zaal was. En daar zaten ze dachten dat ik Joep Onderlinde was. Ja, oh, weet je, dat vind ik ook wel grappig. Dat vond ik al zo pijnlijk van mezelf. Oh jezus, dat is dus ook kennelijk een angst of een trauma. Ja. Dat gebeurt. En wat ook verder niet erg is, maar ja. En hoe is dat nu dan? Want je bent er nu een paar jaar uit geweest. Ja, nee, maar dat is... En je gaat op een punt ooit wel weer toeren, neem ik aan? Ja, ik ga nu volgend jaar weer toeren, ja. Nee, dat is maar ben je dan nu al bang dat er dus wel een avond tussen zit? Nee, want ik geloof heilig in... Zou het een gekke flashmob zijn in dit gewoon? Ik zal alle afspreken. Gewoon keihard weggaan. Iedereen in Gorinchem, we doen het gewoon niet. Bekijk het maar. We gaan, jongens, hou me uit. Nee, want ik geloof heel erg in het feit dat je het altijd op de bühne moet doen. Dat heb ik altijd gedacht. Ik heb geen makkelijke weg gehad. Ik bedoel, Bert Visser heeft de ergste weg gehad. Maar ik heb ook geen makkelijke weg gehad. In de zin van, ik zat bij een klein impresariaat. Recensenten moesten me niet hebben. Impresariaten, de grote impresariaat vonden me niks. Dus ik heb echt als een boeldog altijd zitten werken gewoon. En letterlijk altijd gedacht, oké, ik sta nu voor 20 man. Maar volgende keer sta ik er voor 40. Want hebben ze tegen een buur gezegd, je moet mee. En dat zeg ik altijd tegen jonge cabaretiers ook. Weet je doet het op de vloer. Recensies, fuck it. Weet je wel, impresariaten, fuck it. Jij moet zorgen, elke dag, of je nou in Delfzijl bent, of waar je ook staat, ook voor 10 man, je moet zorgen dat de volgende keer 20 man zit. En dat is je missie, altijd. Ja. Dus ook bij zo'n laatste show, je bent zo goed als je laatste show, mensen hartstikke blij, maar uiteindelijk als ik een kutshow maak, dan zit het volgende keer niet meer vol. Ja, en zo hoort het ook te zijn. Toch? Ik denk het wel. Maar ja, dat neemt niet weg dat je dus dan ook de angst hebt, wat nou als vanavond de kutshow is. Waar het stopt. Als vanavond, als die nieuwe show dan de klote show is. Ja, nou, niet het hele programma. Maar als je elke avond zo gedreven bent met... Nou, laat ik het anders zeggen. Wat is de laatste... Nee, maar dus gaat het altijd goed. Ja, dus ik ben iemand die geen onderscheid maakt tussen Terneuze, Carré, Elektra, Splots, hele bende. Elke avond geef ik alles. Elke avond. Ik kan al mijn technici beamen. Ik heb nooit dat ik beter mijn best doe in een grotere zaal dan of ik in Delfzijl of Kerkrade sta. Dus, en ik weet gewoon, als ik altijd heel erg mijn best doe, kom ik altijd met een achter vanaf. En dus hou ik ook heel erg vast aan strakheid en dingen, omdat ik altijd die acht wil hebben. Ja. En ik zorg gewoon dat het gebeurt. Dus als mijn eerste helft kut is, is mijn tweede helft heel goed. Als mijn eerste helft heel goed is, is mijn... Dus ik zorg altijd dat ik met 4-0 van het podium kom. Minimaal. Maar ik win altijd. Ja. Rotsvast vertrouwen. Nee, ja, maar letterlijk ook om die reden. Van, mensen moeten altijd weggaan met... niet, het was een leuke avond. Nee, holy shit.
dit moet ik morgen bij de... Eigenlijk wil je morgen altijd... Mensen komen kantoor, komen bij de koffie. Wat heb je gisteren gedaan? Nou, ik ben naar Wouter geweest. Ik ben naar de... Ken je niet? Ah, moet je maar eens kijken. Dat is wat je moet hebben. Ja. En niet, het was een leuke avond. Een leuke avond, dat, daar zijn de grachten in Leiden mee gedempt. Dat, nee. Je zei aan het begin Brabant, je zei het nu steeds een Brabants accent, want dat is Brabants publiek, ja, dat is mijn de hel. Brabantse mensen kennen het begrip retorische vraag niet. Dus een Brabant. Echt niet? Nee. Dus als ik in Brabant ben... Dat was er één. Goedenavond, dames en heren. Goeie. Nee, ja, als ik, je zegt als cabaretier, heb je wel eens dat je... En in Brabant hoor je, ja, heb ik ook! Ja, vriend, ik ben gewoon... Laat mij gewoon praten. Ja, maar ik heb in Brabant... Dat is gewoon... Iedereen zijn trauma's. Ik heb het natuurlijk wel vaak met de collega's over. Theo bijvoorbeeld en Ronald en Henry... Die vinden Brabant geweldig. Die vinden Limburg weer heel moeilijk. Want die komen ook uit Brabant. Dat scheelt, ja, denk ik ook. Dat scheelt ook wel misschien. Ik vind alles leuk. Dus ik vind Den Helder en Hoorn zijn topzalen. Theo vindt dat echt de hel. Maar Bert Visser en ik zitten nog meest. We hebben alle randjes. Dus bij mij is het gewoon letterlijk... Delfzijl, Stadskanaal, Emmen... Enschede, en dan gaan we naar Venray, Venlo, Remonje, Roermond, Kerkrade en Sittard en zo. Dat zijn echt mijn zalen. En dan heb je aan de andere kant Zeeland. De Randstad sta ik even over. De Brabant sta ik even open. Utrecht sta ik over. En dan Flevoland. Dus eigenlijk de buitenprovincies. Dat is echt mijn... Daar ga ik juichend heen. Ja? Ja. En Brabant vind ik... En dan moet ik ook even verschillen. West-Brabant is top. Dus Tilburg, Breda is trek. Maar de Bermuda Triangle is Den Bosch, Eindhoven, Uden, Os. Dat is voor mij echt... Dat publiek is heel lief, gaat het niet om. Maar daar krijg ik nooit de boel los. Wat grappig, want juist bijvoorbeeld Zeeland en meer aan de kust... of juist Noord-Holland, of de kop van Noord-Holland... Ja. Zijn veel mensen, en ik heb het zelf ook wel gehad... die daarover zeggen, aardige lui, maar stug. Of die dus wel, ja, grappig, hè? Je stil aankijken en na afloop zeggen... topavond gehad. Ja, ja. Ja, en ik heb het echt... Neem ze bij, uiteindelijk krijg ik ze wel gewoon waar ik ze wil hebben. Dus dat lukt wel, maar... Ja. Oh man, oh man, oh man. Ja. Wat is de ergste ervaring die je in Brabant hebt gehad? Zie, maar ik ga meteen geen lucht krijgen weer. Ja, je hebt natuurlijk ook die Brabantse... wat is de ergste ervaring? Oh jongens, waar niet? Of eentje die er uitspringt of een theater waarvan je als je in je speellijst ziet staan denkt... Ja, maar, okay, die mensen komen... Kijk, Brabanders komen voor de gezelligheid. Ja? Die komen niet zozeer of voor jou of voor mij. Die komen om elkaar te zien. Hey, Joop, Geert, gezellig man. Hoe doe je? Dus na afloop ook. Ja, dat is één grote ding. En altijd standaard, ook zo standaard in Brabant altijd. Dus, want het is namelijk het leukste plek om te zijn na afloop van een show. Is Brabant echt het leukste. Dus laten we duidelijk zijn. Ik bedoel, het zijn natuurlijk hele Bourgondische mensen. Dus ik hou er heel erg van om erheen te gaan voor na afloop. Maar na afloop is altijd... Hey Jorm, kom maar eens hier. Kom ik eens hier altijd. Weet je, dus het is altijd heel brutaal. En ik ben natuurlijk gewoon een achterhoeker. Ik doe maar gewoon nuchter en rustig. Kom ik eens hier. En dan gaan ze een mop vertellen. En zeggen, kun je gebruiken, hè? Het gebeurt altijd in Brabant. Hé, hey, ons pa kent een goede mop. Nou, oh man. Hey. En hey, betaal je geld, hè, Jorm? Hey, ik wil geld betalen als hij in een nieuwe show komt. Ja, helemaal goed. Ja. En ik ben natuurlijk na afloop van shows... Ik had geen auto. Dus ik bleef altijd na afloop slapen bij het publiek. Dus ik zei altijd na afloop van de avond... zei ik altijd bij de toegift. Voor ik een toegift doe... is er nog iemand die een logeerplekje voor mij heeft? Want ik woon in Groningen. Ja, ik kon nooit terugkomen. Dus ik heb in Brabant natuurlijk ook echt... hele bagganalen na afloop meegemaakt. Dus ik was... En het gekke was... Ik was het eerst populair in Brabant. Dus mijn eerste volle zalen zaten in Brabant. Dus het is ook een beetje haat-liefdeverhouding. Ja. Oh, en heb je dan... Er moet een avond tussen hebben gezeten dat het gewoon niet ging in het begin. En dat je wel bij mensen moet blijven slapen. Ja. Dan ben je een keer 's ochtends bij het ontbijt gekomen. Met hey. Het zit hem in die flexibiliteit. Nee, maar het zit hem echt in die flexibiliteit. Uiteindelijk kom ik met mijn charme. Na afloop kom ik wel een eind weg. Want ik zit ook altijd bij het publiek. Ik ben altijd in de foyer. En dat vinden de mensen natuurlijk leuk. Dus dan praat je met ze. En dan kan ik er alsnog zo'n avond nog wel repareren of zo. Door heel veel foto's te laten doen en heel lief te zijn. En dus, nou ja, dat soort dingetjes, ja. Ja, maar ja, het zijn gekke dingen. Check nog heel even, sorry, want ik heb mijn trauma's gewoon allemaal op papier gezet. Ja, nee, hartstikke dat goed. Ik echt weet dat ik alles vertelde, want dan ben ik het ook kwijt, weet je. De klassiek is natuurlijk, oh jongens. Ja, en wat de twee leuke dingen zijn, maar dat is altijd zo bij theater, is dat je die ook nog je technische problemen hebt.
Dus die microfoon die uitgaan, et cetera. Maar ik weet niet of je de traditie kent bij je laatste voorstelling van een cabaretvoorstelling? Of van een toneelvoorstelling? Dan wordt er wel vaker gefuckt door technici, toch? Ja, technici doen een soort grapje meestal van, dan gaan we even één ding anders doen. Dat is een soort traditie in het vak. Maar ik ben natuurlijk gewoon, ik kan niet tegen verandering, maar we moeten alles hetzelfde zijn. Dus dat is heel, dus dat moet dan heel subtiel gebeuren. Want ze weten als er iets, als het we te groot maken, dan ben ik namelijk van slag. En dan kom ik ook niet meer in de voorstelling. Als het zeg maar uit mijn ritme bent. Dus hadden die teringlijst gedaan. Ik had het tweede show. Ik moest op een gegeven moment wisselen. Ik had een soort tap act in het begin bij JH. En daarna moest ik wisselen naar normale schoenen. En dan ga ik natuurlijk daarna weer heel snel door. Want mijn tempo is natuurlijk hoog. En toen hebben ze precies dezelfde schoenen. Maar twee maatjes kleiner hebben ze op het podium neergezet. Maar ik zit zo in mijn systeem als je dat al 200 keer gespeeld had. Dus en ik dacht, wat is er aan de hand? Maar ik bleef maar doorlullen. En ik had ook niet in de gaten dat ze kleiner waren. Dus ik dacht, wat gebeurt er? Dus ik ben gewoon gedurende een kwartier. Heb ik maar, omdat ik dacht, van, het kan niet zo zijn dat die schoenen niet passen. Dus tot ik in de coulissen keek en mijn technici echt helemaal gestrekt zag liggen van het lachen. Oh, wat goed. En die dachten van, holy shit. En dacht ik, oh shit, ja. Maar ook niet nadenken, dat kan niet. Ja, dus dat kan niet. Je was toch ook iets wat totaal niet ergens in de mogelijkheden voorbij komt. Nee. Dat iemand je schoenen vervangen heeft. Dus blijf je maar proberen. Terwijl je denkt, nee, het past toch echt, niet. Oh, en we dachten wel een grappig act. En ook met technici. Ja, in Friesland hebben we meegemaakt dat ik op een gegeven moment, ik dacht, ik moet iets Fries doen. Dat is leuk, vinden die Friesen leuk. Ja. Dus ik had aan die hoofdtechniek daar gevraagd. Frans, kun je voor mij even opzetten hoe je zegt in het Fries, fonetisch, ik wil graag met je zoenen. Dus hij had dat keurig fonetisch voor mij in het Fries opgezeten. Dus ik kom oplopen. En het was dan de truc dat ik dan aan het eind van de avond dat meisje inderdaad een kus zou geven. En ik zeg tegen het meisje weer, goedenavond dames, goedenavond. En ik zeg tegen het meisje weer, ik wil graag mij daar stok slobberen. En het werd dood en doodstil. Dus ik kijk de coulissen in. Ik zeg, voorstel, als je opkomt en je denkt, er wordt een wereldgrap en het is doodstil, dan schrik je. Die technicus ligt helemaal in de scheur. Publiek zegt, ik zeg tegen het publiek, ik pak nog een keer brieven tevoorschijn. Ik zeg, ik heb het nog echt goed uitgesproken. En ik zeg tegen Luc, maar dat betekent toch, ik wil gaan met je zoenen. En dan publiek helemaal in de scheur. En ik kijk naar links en ik zie die technicus helemaal gevouwen liggen. Dat betekent, ik zei tegen wijze, ik wil je graag pijpen. Zoiets had ik gezegd in dit Fries. Vreselijk. Die technicus is met pensioen gegaan nu. En ik heb dat verhaal ook nog een keer aan verteld. Dat is mijn mooiste verhaal. Dat ik Jochem tegen de meisje eerste rij, ik wil je graag pijpen. Ja. Oh, heerlijk toch? Ja, dat zijn de leuke trauma's, toch? Ja, oh, wat goed. Wat ik wel dacht, want je zei, je hebt geen snabbels gedaan. Heb jij wel ongetwijfeld ook benefieten en goede doelen dingen gedaan, of niet? Ja, heb ik ook wel gedaan, ja. Zijn er veel mensen die daar dan erge dingen mee hebben? Of, Nou, vooral die willen ook nog wel eens in alle goedheid. Oh, de praatjes voor aflopen. Oh. Ja, nichtenvecht, hè? Ik bedoel de verhaal van Joep. De praatjes en ook de plaatjes. Want als je mazzel hebt, zit er ook nog een diavoorstelling bij om het, oh my God, om het nog erger te maken. Ja, die praatjes vooraf, dat is natuurlijk altijd pijnlijk. Dat werkt nooit voor gemeten. Want die mensen, ik heb ook heel vaak, ik heb altijd een openingsnummer. En als ze dan die praatjes van tevoren doen, dan zeg ik, en Jochem Meijer! Maar ja, ik kom niet oplopen en ga praten. Nee, ik heb een heel, gewoon, eerst komt muziek. En dan staan ze te wachten tot je opkomt. En je denkt, ga weg, ik moet daar zo heen. En mijn oom, dus dan gaan ze tijdens de openingsmuziek, staan ze daar nog. Weet je, oh man. Oh, echt. En dan kom ik op een gegeven moment op en dan wil ik gewoon beginnen met mijn show. Ja. En dan staan zij er nog van. En dan zeg ik, ja, doei, dan ga ik maar beginnen. Oh, vreselijk, ga ik kapot. Oh, wat zijn mensen toch erg. En het is allemaal ijdelheid, want die mensen willen natuurlijk ook vertellen. En dus ik had ook in Heilo, dat ik ook voor de vrienden van de beun. Meneer was van de vrienden, voorzitter van de vrienden van de beun. En ik had gewoon dat gehuurd met jou, omdat ik er wilde spelen. En toen hadden ze gezegd, nee, wij boeken zelf. Nee, maar ik wil gewoon in de beun spelen, want daar heb ik leuke herinneringen aan van vroeger. En ja, we boeken ze, nou, prima, dan huren we die bak. Weet je wel, geen gelul, prima. En het was de laatste show, moet je nagaan. Dus ze weten. Maar toen zei ze van, wil je de vrienden van de beun ook nog bedanken? Want dat is natuurlijk wel de reden dat je hier mag staan. Dus de vrienden van de beun mag je hier staan. En die gingen inderdaad ook nog een heel verhaal houden van tevoren. Namens de vrienden van de beun. Terwijl het hele publiek wat er zat, want ik had mijn eigen ticketsysteem, was toch nooit in de beun geweest. Was geen één vriend van de beun was erbij. Dus die zaten ook te kijken, is dit een voorprogramma? Is dit een act? Is dit een ding? Namens de vrienden van de beun. Ik zat het nooit vergeten, ja.
Oh, daar sta je toch ook op te vreten in de coulissen als dat... Nee, tegenwoordig niet meer, want dan moet ik om lachen. Dus dan kom ik op. Goedenavond, dames en heren. Ook namens de vrienden van de Deun. joh. Het is ook wel weer schattig. En die vrijwilligers zijn natuurlijk altijd hartstikke lief. En sommigen blijven ook veel te lang in je kleedkamer. En ik vind het ook wel de charme van... En zo'n Walhalla in Rotterdam bijvoorbeeld. Dat vind ik dan eens... Ik ken het niet zo heel lang bestaat het, maar dat ademtheater en alles. Dat klopt helemaal. En dat is... Dat is heerlijk. Ik heb ook heel vaak gehad dat ze je niet herkennen. Weet je, ik ging vroeger ook gaan natuurlijk naar jongens zetten om mee te bouwen. Of omdat we... Ik had geen auto, dus dan ging ik met mijn technicus mee. En dan, hoe laat komt de artiest binnen? Zeiden ze dan, al daar een hele dag bouwen. Dat ben ik. Ja, het zijn wel lachen dingen, toch? Ik heb ook in Breda meegemaakt over herkenning gesproken. Dat ik dus al in de grote zaal van Breda stond. En ik kom binnen en de portier zegt, goeiedag. En ik wil gewoon doorlopen. Want ik stond echt in die grote bak. Dat is ook iets van 2000 man, geloof ik. En ho, 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 ho. Wie ben jij en wat ga je doen? Ik zei, ik moet optreden. Dan ga ik even nakijken. En toen ging net die deur op. Zei ik, kijk er maar even na. Ik zeg, ik ben weg. Maar je weet, Chassé is een echt niet normaal. De fabriek wordt het dus super groot. Heel goed complex. Dus ik was de weg kwijtgeraakt. Dus ik was heel bij de hand doorgelopen. Wat niet des Jochems is, want ik ben echt verre van arrogant. Maar ik had even haast. Ik wilde doorlopen. Ik had geen zin. Dus ik was het krijgen. Toen ben ik dus... Dus ik sprak op een gegeven moment iemand aan. En liep ik ze vragen. Ik ben er weg. Ik moet naar de grote zaal. Let op. Die heeft mij teruggebracht naar de partij. Hey, deze meneer loopt hier rond in het gebouw. En die zegt... Oh man. En die man zegt, hij is gewoon doorgelopen. En ik zeg, ja, maar ik moet echt optreden. Uiteindelijk heb ik een boekje erbij gepakt. Ben jij Jochem? Ik zeg, ben Jochem? Maar ik zei, jezus. Ja, en ook wel weer grappig, want je wordt ook weer lekker met je poot op de grond gezet. Dus deze meneer loopt hij zomaar rond. Ja. Erg, hè? Oh, maar, top. Dan hebben we wel de klassieke trauma's gehad. Hoewel... Van Mike Baudet. Ik ken trouwens, omdat ik altijd leuk vind... dat andere collega's het heftig hebben gehad. Van Mike en Thomas, dat verhaal heb je ook wel vast wel een keer gehoord bij de podcast. Geen van beiden is nog te gast geweest, maar... Ja, die moet je ook... Dat is gewoon Mike en Thomas. Was jij en Loke? Goed duo. Ja, heel populair. Geweldig. Ja, spectaculair. En ook heel populair. Dus in Middelburg, zij waren de uitsmijter. Na de pauze, cabaret vetten. Hè? Mike en Thomas, nou gaan we los. En Thomas, die was op weg naar Terneuzen en... Die had een lekker band gehad. Maar dat was dus in de niet-mobiliteit. Dus die was een lekker band. Toen vervangen. Toen naar de benzinestation gegaan. Daar heeft hij gebeld van Mike. Het is nu 7:30. Ik kom er aan, vriend. Maar ik heb een lekker band gehad. Ik red het voor 7:45. Of 7:45. Ik ben er. Dus ik ben over een half uur. Begin jij maar alvast. Ook begin jij maar. Slecht plan. Ja, want ik ben er echt op tijd. Dus, prima. Maar daarna kan je normaal met je mobiele telefoon... kun je gewoon zeggen, joh, het gaat niet redden. Maar dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus Thomas is gaan rijden en toen begaf zijn auto. Wat is het toeval? Dus die stond weer langs de kant. Maar Mike was al begonnen. Dus een volle bak. En Middelburg was het ook. Volle bak Middelburg. Dus Mike begint zijn eerste liedje die hij solo... Maar jongens, Thomas komt zo aan. Eerste liedje die hij wel solo kon spelen. Tweede liedje, die hij wel solo kon spelen. Derde liedje, vierde liedje. En hij denkt, waar blijft Thomas? Maar Thomas kwam. Die kwam helemaal niet meer. Dus op een gegeven moment begon het publiek een beetje te fluiten. En een beetje, wat is dit nou? Een beetje weg te lopen. Ja, kom je van Thomas Verlijn en van Mike en Thomas. En dus uiteindelijk is hij maar een kwartier, 2 minuten gestopt. Maar ik bedoel, er zijn zoveel ergere trauma's dan wat ik heb meegemaakt. Maar daar ook, met die show. Het was net voor niks... Mike en Thomas. Hey, Jan Leuk was natuurlijk tik, 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 tik. Dat is helemaal niks zo. Ja, dat was alle scènes die ik me van kan herinneren... zijn dialogen en dingen heen en dus weer. Dus als je dat alleen doet, dacht er niets van over. En dat gebeurde dus ook. Er bleef niets van over. Maar ja, Mike zat... hij kan ook wel mee binnenkomen. Blijf rustig. Hij kan... Maar Thomas, die kwam niet meer. Oh, wat erg. Dus daar hou ik me altijd aan vast. Daarom heb ik heel veel van dit soort verhalen verzameld. Omdat ik me altijd vasthoud aan van... Hey, het kan echt erger. Het kan erger. Oh, verschrikkelijk. Heftig, hè? Dankjewel. Thanks. Ik zeg altijd een dankjewel, dan kan ik hem snijden. Tenzij je zegt, ik heb nog een verhaal of weet ik iets wat ik moet vertellen. Maar anders. Nee, ik heb er te veel, weet je. Dat is mijn probleem. Dat... het enige, dat is gewoon meer een interessant verhaal. Het nog even vertellen is gewoon hoe dat op een podium werkt. Als je op het moment dat je op een podium staat, gaat alles goed. Dus het zijn altijd de trauma's die achteraf of vooraf komen. Maar als je op het moment op het podium staat, gaat het eigenlijk altijd wel oké. Want ja, de storm komt, je komt er wel doorheen. Ja. Maar ik heb het raarste wat ik meegemaakt heb, moet ik zeggen, ik weet niet of het een trauma is, maar het raarste wat ik meegemaakt heb, is dat ik op een gegeven moment, ik zat mijn voorstelling te doen en ik
We hadden gegeten in Doetinchem. En ik was misselijk. Ik werd heel erg misselijk om 7:15 zoiets. Echt bizar, mensen. Ik had kennelijk wat verkeerd gegeten. Ja. Dus ik kotste alles uit. Maar je weet, na kotsen voel je dat wel oké. Okay. Gaat het wel. Ja, gaat wel toch. Adeline, boem, ik weet niet. Maar je voelt dat wel oké. Okay. Dus ik dacht, ja, prima joh. Pff, alles is eruit nu. We gaan knallen. En ik sta op het podium spelen. Ik sta gewoon mijn voorstelling te spelen. En op een gegeven moment hoor ik via de monitors, hoor ik mijn technicus zeggen, gaat het wel? En dat heeft hij nog nooit in zijn hele leven gedaan. Dus ik zeg, ja, wat is er aan de hand dan? En toen zei hij via de monitors, zei ik, sorry, ik moet even mijn technicus vragen, David. Je staat al 15 minuten stil. Dus ik stond gewoon als een soort apathisch iemand gewoon met teksten op te leveren. Maar ik stond gewoon stil. Ik bewoog ook niet meer. Ik zat tegen de piano aangeleund. Gewoon als een soort robot. Hij was helemaal in shock. En toen zei hij, dus ik vraag je, gaat het wel? En op dat moment stort ik inderdaad gewoon neer. Gewoon op mijn knieën en klaar. Schrik in de zaal, technici op. Ik had gewoon 39,5 graden koorts. Echt, echt ziek. Ik was echt ziek. Maar door de adrenaline en door dingen, gewoon er zit niets in je hoofd van, ik ben ziek. Nee, dat zit gewoon niet in. Als je zit in een soort meta zit je, als je op het podium zat, dat ken je zelf ook. Maar, dus ik had gewoon niet in de gaten. En toen pas, toen het besef kwam, de awareness kwam van, oké, ik ben ziek. Boom. En dan nog de coulissen in met Charles Drosten, de directeur daar. En ik zei, nou, kom maar goed jongens, laat me heel even bijkomen. En hij zo, nee, mijn vriend, je bent gloeiheid. Hè? We stoppen nu. En dan echt, no fucking way. Geef hem 5 minuten. Weet je, geef hem een Red Bulletje. Kom maar goed. Uiteindelijk gewoon echt gewoon in de auto geduwd door 3 technici van, je gaat, ik moet optreden. Ik kan die mensen toch niet. Ja. En toen ben ik aan de hand van Charles, aan de hand, het podium opgegaan. Gewoon letterlijk als een klein jongetje aan de hand van, ja, jongens, hij wil graag doorspelen, maar mag voor mij niet meer. Hij is super verkoorts. En ik zat helemaal te huilen. Ja, ja. Wat heftig. Ja, heftig hè. Van, je kan niet opgeven. Je mag. Als je op het podium staat, je kan niet zeggen, ik stop ermee. Grappig, hè? Ja, absurd. Maar ja, nou heb ik al mijn trauma's heerlijk hier kunnen luchten. En dan kan ik weer opnieuw beginnen met trauma's maken. Toch? Nou, voor een paar jaar deel 2. Ja, goed plan. Ze blijven altijd komen. Dat was hem, de Elektra Podcast met Jochem Meijer. Vond je hem leuk? Geef dan een duim omhoog. Of laat een berichtje achter in de comments. Vergeet niet te abonneren voor meer afleveringen. In de omschrijving van deze video vind je linkjes naar van alles. Onder andere de mini-documentaire die we ooit maakten over Jongerencentrum Elektra. Wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, een keer ergens kan zien optreden? Kijk dan op woutermonde.nl of meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Ook dat kan via de link in de omschrijving. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!